De strandwachter in mij, ja. En dat weten jullie. De strandwachter in mij, die moet jullie waarschuwen. Ja, kijk uit. Dat is de mededeling. Waarschuwing, dat is het gewoon. Ja, want de NPO met Max, die omroep, weet je wel. Die gaan een programma beginnen en dan gaan ze dus, kan je nagaan, mensen oproepen om met een programma format of met een programma idee te komen. Hé, zie het voor je? Ja, en dat komt omdat er dus bij die omroepen is gewoon altijd een ideeënarmoe. Altijd, dat zie je ook aan die programma's die ze uitzenden. Want dat is natuurlijk een zootje bagger, daar word je natuurlijk helemaal achterlijk van. Maar goed, anyway, dus wat doen ze? Dan gaan ze de mensen maar oproepen om ideeën in te sturen. En dan kan je dus met dat programma, met je idee, een prijsje winnen. Krijg je gewoon 1000 of 2000 euro. Maar, daar staat bij, en hier is het, kijk uit, waarschuwing. Je moet je rechten afstaan. Hallo, hallo. Ja, hoe vind je die? Dat is godverdorie ook wat. Hoe kan, moet je horen. In die hele business van film, muziek en televisie, dat draait het maar om één ding. Het draait alleen maar om, inderdaad, het idee. Het idee dat bepaalt of iets een succes wordt, ja of nee. En dat is dus onbetaalbaar, een goed idee. En wie heeft er nou een goed idee? Heel weinig mensen. Dus stel je voor, jij komt met een goed idee daar bij Max. En die gasten zeggen dankjewel. Die gaan dat uitvoeren op tv. En stel je voor, het wordt een internationaal succes. Hallo, en dan? En dan kom jij. Mag ik ook nog even een paar ton even meevangen? Nee. Nee, want jij hebt je rechten afgestaan. Ja, dus mijn waarschuwing is altijd, kijk uit met een goed idee. Ga niet naar een producent of ga niet naar Talpa of ga niet naar weet ik veel wat. Want die of RTL, want die zullen, weet je wat ze daar doen? Als je daar met een goed idee komt, dan zeggen ze, oh, maar dat is nou toevallig wat je dat zegt. Dat is nou heel toevallig. Ja, want daar hadden wij het gisteren over in de vergadering. Hoe is het mogelijk dat jij daar nou mee komt? We hadden het er net over. En tot ziens idee. Dag idee. En weg. Ja, of als jij het verteld hebt, dan doen zij het gauw even een paar dagen later. Veranderen ze jouw idee een beetje in het begin en aan het eind. En je bent je idee kwijt. Ja, en dan lopen zij weg met de poen. Want zo is het altijd. Zij vullen hun zakken met jouw idee. Dus als je een goed idee hebt, A, je gaat niet naar die NPO en ook helemaal niet naar Max, dus daar doe je niet aan mee. Je gaat ook niet naar de een of andere tv-producent. Je begint eerst bij een notaris of een advocaat. En dan ga je voorzichtig stapje voor stapje. Oké? Zo spreken we het af.